Goedemorgen, het is woensdag. Woensdag. Dag 2. En wacht even. Oh nee, laat maar, ik ben in de war met Pasjafeest morgen. Toch? Of is het vandaag? Pasjafeest. Ik weet het gewoon niet eens meer. Volgens mij morgen. In ieder geval, wij zijn op Ibiza met mijn mama. Superleuk, met z'n tweetjes hier. En ik heb vannacht geslapen in Voos pyjama. En het is gewoon één grote sauna outfit. Voor de temperatuur nu. Een groot feest. Een groot pyjama party. En ik ga nu opstaan en ik ga me even douchen en iets anders aantrekken. We willen vandaag naar Esvedra gaan. Super zin in. En see you in a bit. Goedemorgen, Fof. Hi. Morgen. Ik voel me als vroeg vandaag. Zou Mau wakker zijn? Oh, die ligt al lang buiten. Ja, mama ligt buiten te zonden. Breakfast time. Ik heb hier poefs met amandelmelk. Dan heb ik deze broodjes. Zo, alsof het een mukbang is. Hummus. Peanut butter. En jelly. En mijn water. Oh, dat is jouw water. Oeps. Lekker. We hebben zojuist bedacht of je kwam er mee om een poef aan een salamander te geven. Kijk eens. Daar is er één. Zo, naar de camera, gek. Gaat hij die poef pakken? Oh, het is zo lekker. Shower. Blijkbaar ben ik al een beetje bruin geworden, hoorde ik van Ma en Foef. Ik zie het niet echt nog. Die spraytan is er zo goed als af, denk ik nu. Maar goed, shower. En... Die gaan nooit geloven welke schoen ik aan ga doen. Deze, die Foef voor me kocht laatst. Die ik nodig had voor Spitsbergen voor op de boot. Weet je wel, waar niemand zulke schoenen aan had. Om de een of andere reden, ik vind ze niet dat je zegt super sexy of zo. Maar ze zijn wel stevig. En we gaan nu wandelen. Dus ik heb eigenlijk liever dit dan mijn Nike's aan nu. Omdat dit zijn echt hele afgetrapte Nike's. En dit zijn hele nieuwe wandelslippers. Dus ja, laten we ze gewoon aandoen. I don't care. Ik ga hem even opmaken. Hier. Wat een plek om me op te maken, hè. Zo, minimale make-up op. Pet op. Yes. Outfit of the day. De pet, de zonnebril. Dit shirt, kort broekje. En de schoenen. Oh, ja. Ik denk dat ik foto's ga maken. Nee, op zich gaat dat dan nog wel. Ben ik nou gek? They're kind of cute. Zijn toch best leuk, die schoenen? Ik vind ze leuk. Nee, ik heb ze nog niet gekocht. Wij zijn bij Passion en dit is een tent die we vorige keer veel te laat ontdekt hebben. Die zit aan de overkant van Rakovert en die hebben allemaal vegan stuff. Ook normaal eten, maar gewoon vegan ook. En het is zo yummy. Ze hebben allemaal sapjes ook en lekker. Check even de menukaart.
En kijk wat ik ook ontdek, wat ze hier hebben. Vegan. Dan is het vegan, maar wel met honing. We gaan naar Esvedra en normaal rijden we dus ook hierheen. Een klein stukje daar. Maar kijk wat er met de weg is. Het is helemaal kapot of zo. Dus we gaan gewoon dit stuk alvast lopen. Hier. Esvedra. Onze favoberg. Onze favorots. Een rotsberg, zeg. Rotsie rots. Hou eens vast als een steentje. Wacht, dan moet mijn hand zo. Ja. Zo, ik heb even Esvedra vast. We zijn random gestopt langs de weg, omdat we hier een plek zien waar ze dingen verkopen. Dus we gaan even kijken hier. Ze hebben allemaal leuke interieurdingetjes. Cute! Cool. Ik hoef te zeggen dat ik die voor kantoor moet halen, maar... I mean, it's cute, maar... Kijk hoe mooi dit is. Met zo'n poncho. Ik vind deze wel heel cute voor de winter. Oeh, I want it! It's cute! Maar serieus, dit is echt super warm. Het is cute, alleen het is 120. Dat vind ik net even te duur. Maar wel heel mooi. Kijk hier, we zijn even in het centrum. Hier heb je een huis. En die is gewoon te huur voor 25.000 tot 70.000 per week. Per week! We zijn bij het oude stads... Hallo. Hallo daar. Bij het oude stadsgedeelte. Gedeelte. Ja. Dit oh, hier. Oké, even de teken opnieuw doen, want we doen tv-opnames. Ja. Dit is 1999, is het nog gerenoveerd. Het uitzicht. Wow. Moet je kijken naar die stenen daar. Oh ja, ja. Goh. Of hebben zij dat zo kapot gemaakt? Nee, ik denk... Het lijkt me een soort van natuurlijk proces als je zo ziet. Ja, maar wat zijn, wat zijn ze eraan aan doen, ja? Natuurlijk proces? Nee, dat is gewoon voor bouwen. Denk je? Ja, ik heb een kijk die cactusjes. Wacht. Heel cool. Wat? Dit is van een aloe vera plant. Wat die... Dit is van die plant? Ja. We zien de hele tijd een soort van aloe vera-achtige plant en daar komt zo'n ding uit en nu, dit groeit daar dan uit. Wauw, die andere waren nog helemaal zo groen en zo. Wauw. Dat is een aanzichtkaart. We gaan hier erin. Het is wel leuk, je kan hier gewoon rondlopen en blijven lopen. Okay, het is pretty awesome hier. Het is wel echt heel leuk. Als in, lekker even rondslenteren en hier lopen. I like it. Okay, het is heel cool. Je hebt heel veel doorgangetjes waar je dus random doorheen loopt. En dan kom je weer uit in een nieuw deel. Ik ben wel een beetje aan het zweten. Ik ook. Ik ben blij dat het niet heel erg gloeiend heet is vandaag. Oh, waar zijn we? Oh, wat is dit? Huh? Oh. Kijk hoe cool. Hoe zou het zijn als hier allemaal sneeuw ligt? Kanonnen. Kijk, een potloodtoren. Nee, dit is het meest zielige kanon dingetje. Nou, we gaan je aanvallen hoor. Piep, piep, piep. Nou, maar zo. Oh jee, daar komt Fof met de minigun. Minigun. We zijn hier aan het lopen. Er hangt hier gewoon allemaal was van mensen ook. Oh. Ik hoor iemand douchen gewoon met de deur open ook. Kijk nou, iemand heeft een super schat vogeltje. Kijk nou. Een klein kontje dan. Ik wil deze winkel filmen. Zij hebben het logo van Chanel gepakt, doormidden gehakt en dan twee keer achter elkaar geplakt met een streepje ertussen. Hey, kijk eens, wat een cutie ben jij. Wij zijn een brillenwinkel ingelopen. Moet je kijken hoe deze winkel is opgebouwd. Puur van die kastjes van IKEA, weet je wel? Die weet even de naam niet. Even kijken of Foef het ziet. Loop maar, kom maar. Nee, er is achter een bepaalde winkel. Oh my god, ze hebben hier Cyberdog. Cyberdog. Dit is onze favoriete winkel in Londen. Mijn mama wilde heel graag winkelen, dus dat zijn we gaan doen. Ik sta nu in de Mango, ook echt een winkel waar ik al zo lang niet meer ben geweest. Ik ga even een paar dingen passen. Deze, god, dit is echt een rare lengte voor mij. Elke keer als ik zoiets probeer, dan denk ik,
als hij nou serieus meer zo was, was het meer mijn ding of zo. Ja, ik weet niet. Het is ook een hele dikke stof. Ik wel mooi, maar nee. Nope voor deze broek en ook de lengte. Hey, lange been troubles, altijd. Dit zijn van die winkels en is het gewoon altijd kort? Nee. Kleur is cute. Kan ook wel leuk zijn met zo'n corset of zo, maar ik zie hier altijd er een haal in zit. Oftewel, dit doe ik één keer aan. Ik ga één keer ergens langs en je hebt de hele jurk al verpest. Jammer. Deze is, ja, I don't know. Beetje te oudbollig of zo. Nee, ook te kort trouwens. Ik vind deze wel leuk. Ik had zeg maar een keer zo'n white party. En toen dacht ik, jeetje, wat is moeilijk om witte jurkjes te vinden. Ik vind deze best wel heel erg cute voor zoiets. Het is een beetje alleen een zak of zo. En het voelt meer als een jurkje voor over je bikini, dit. En daar heb ik er echt wel een paar van. Dus op zich, voor een white party. Nee, van de zijkant is het echt zak. Dit topje is heel raar. Aan de zijkant hier. Het zit heel vreemd. Dus het is helemaal niks. Ik koop niks. Vorige keer toen zei iemand bij de comments ook van 9 van 10 dingen die je past zou ik wel kopen. Maar ik ben super selectief daarin. Ik ben gewoon, ik weet niet. Er hoeft maar één dingetje niet oké te zijn. Denk ik, nee, laat maar, ik koop het niet. Want dan weet ik gewoon dat ik bij mijn kast sta en denk, nope, ik ga hem niet aandoen. Nee, want dat dingetje is zo irritant, weet je wel. En dan heb je het voor niks in je kast hangen. En geen genoeg, de laatste paar keer dat ik echt goed ben geslaagd was tweedehands. Echt te bizar. Dus ik weet niet. Misschien omdat ik gewoon wel snel door heb wat voor type persoon zeg maar qua lichaam op mij lijkt. En dat ik dan denk, oké, als jou dat staat, staat mij ook. En 9 van 10 keer klopt het ook, dus. En we zijn weer in de villa. Yes, we zijn nog even de stad ingegaan. Heel veel gaan lopen. En ja, we zijn weer terug. Snack proof test. Ik heb online gelezen op Reddit dat bevroren croutons heel lekker zouden zijn. Dus wij hebben, ja, dit zijn niet echt croutons, hoe heet het? Dit zijn meer, wauw. Ik denk, we testen het samen op video. Hij stopt hem al gelijk in zijn mond. Oké. Ik heb honger. Ik heb wacht 2 happen. Allee. Sorry. Haren. Oh, good. It's good, maar ik weet niet of het er speciaal in is, maar het is niet vies. Maar ik snap dat croutons, dat zijn kleinere stukjes. Mmm. Dit is best wel lekker. Mm. Leg het in de vriezer, probeer het. Lekker. Mmm. We hebben net gegeten bij de restaurant, maar ik heb het niet gefilmd of zo. Het was niet zo. Laten we het zo zeggen, we hebben nog honger. Dus ik ging al wat eten klaarmaken. We hadden wat boodschappen gedaan gisteren. En ik heb wat dingen gekocht voor wraps. Wrap. Ik heb hier een wrapje. Daar heb ik salsa op gedaan, kikkererwten, zulke knoflookteentjes, tomaat en rucola. En ik heb de wraps even in de koekenpan opgewarmd met olie, waardoor ze een beetje crunchy zijn. Oh, lekker. Ik ga de vlog afsluiten. Nee. Het is snack o'clock. Nee, het is 11:45. We gaan lekker slapen. Wel trusten, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Tada.